Suriname moet voorbereid zijn op een worst-case scenario van climate change. De wateroverlast waarmee het land te kampen heeft, kan volgens minister Silvano Tjongahing van Ruimtelijke Ordening en Milieu veel erger als er niets gebeurt. Onderzoek naar dit fenomeen staat, aldus de bewindsman, buiten kijf. Minister Tjongahing sprak op dinsdag 17 mei 2022 in de Nationale Assemblée. Hij ging in het college in op de voorbereidingen rond een Surinaams klimaatakkoord, waar een ieder bij betrokken zal worden. Het geacht lid, vreedzaam, die vraagt of er onderzoek is gedaan naar de kwestie van wateroverlast in Brokopondo, op zoetwatervissen en what have you. Dat is nog niet opgestart. Ik denk wel dat het noodzakelijk is. Ik denk omdat, ik ben niet van niets begonnen met de definitie van climate change. U mag zelf uw conclusie trekken. Ik ga die conclusie niet trekken wat er precies gebeurt, omdat ik denk dat er te weinig onderzoek nog is gedaan om te zeggen climate change of niet. Wat ik wel zeg is, we hebben een State of the Climate rapport, hebben wij vorig jaar, dacht ik zo, ook aan uw college doen toekomen. Daar zijn modellen uitgewerkt en daar zien we een beetje van wat er zal kunnen gebeuren bij de verschillende scenario's van climate change. Dit is een trailer en het kan veel erger als er niets gebeurt. We moeten onderzoeken omdat wij voorbereid moeten zijn op een worst case scenario van climate change. Dus het onderzoek waar u het over heeft zal moeten komen. Hebben we het nu al gedaan? Ik denk dat het te vroeg daarvoor is, of laten we het zo zeggen. Dit heeft ons verrast. We zagen het niet aankomen. Maar dat onderzoek gedaan moet worden, dat staat gewoon buiten kijf. En het betrekken van inheemse en tribale volken, daar ga ik mee eindigen, voorzitter. Ook wat dat betreft moet ik zeggen dat de benadering bij het milieubeleid eentje is van inclusiviteit. We moeten dat. Dat is voorgeschreven in het Parijsakkoord, maar dat doen we ook in de praktijk. Mijn collega van Openbare Werken die de vorige keer heeft gesproken namens mij, heeft aangegeven dat wij nu op dit moment voorbereiden een klimaatakkoord, een Surinaams klimaatakkoord, dat tot stand zal komen na overleg met alle stakeholders, na overleg met ook de tribale volkeren, iedereen die zal vertegenwoordigd zijn bij onze eigen klimaatsummit, inclusief de donoren, om zodoende te komen tot een klimaatakkoord voor Suriname.